Welkom bij Huiswerkopdracht 7. We zijn al 7 weken onderweg en ik heb nog helemaal niks gewonnen. Voetbal, dart, vorige week verloor ik het. Hele week geoefend op dit spel. Voetbal squash gaan we doen. En daarbij hebben we een bal nodig. Heb jij een bal? Oh. Oh, die is een bal. Voetbal squash werkt zo. Je hebt een muur. Je hebt een zijlijn. Je hebt een zijlijn. En je hebt een krijtlijn. Deze is wit. Vanaf daar begin je. Je schiet de bal tegen de muur. Gaat hij over de zijlijn heen? Fout. Hij moet over deze witte lijn terugkomen. En dan schiet de volgende. Ik begin. Daarna Ricardo. Daarna ik. Daarna Ricardo. Daarna ik. Daarna ik een punt. 1-0 voor. Ah, zo moet het. Oké, kijk of dat lukt. Ben je er klaar voor? Succes. Voor Ricardo. Dat betekent dat Daan de bal uit mag. En die achter staat krijgt de bal uit, dat ben ik nu. Oké, komt ie. Nee! Hij moet over de witte lijn heen komen. Oh, lekker hoor. 1-1. Degene die het knapst is, mag de bal uit. Hij denkt dat hij het knapst is, oké. Ik kan ook niet. We spelen tot de 2. Wat een spanning. Hij haalt het wel. Hij haalt het wel. Oh. En nu kan hij het afmaken. Oh, haalt Ricardo hem nog. Hij haalt hem nog. Hij haalt hem nog. Hij haalt hem. Hij haalt hem niet. Ik win. Eindelijk. 7 weken op gewacht. Dit wil ik even een handje. Gefeliciteerd. Dankjewel. Eindelijk. Oké. Eindelijk! Verliezen, daar kan ik niet zo goed tegen. Misschien wisten jullie dat dan wel. Maar ik heb gewonnen. Dit was huiswerkopdracht nummertje 7.